Pater Toon de Dorsthorst, de Boslandpater, heeft samen met andere priesters en zusters de Binnenlandse Oorlog van zeer dichtbij meegemaakt. De gebeurtenissen zijn vastgelegd in zijn boek De Tragiek van de Binnenlandse Oorlog Suriname 1986-1992. Bij de presentatie van het boek gisteravond deelde hij enkele van zijn ervaringen tijdens de Binnenlandse Oorlog. Maar, laat ik eerlijk zijn. Bouters heeft vanaf het begin gezegd dat hij instemde met die vredespogingen. CCK had ook een brief gemaakt, die Sunter en ik meekregen, waarin dus werd uitgelegd dat wij namens de regering vredesoverleg deden en dat de president en ook de heer Bouters als bevelhebber op de hoogte waren van. Maar als je eerlijk kijkt naar het hele proces, dan moet je eigenlijk zeggen dat Bouters vanaf het begin het hele proces gesaboteerd en geblokkeerd heeft. Ja, dat is bekend, dat is een bekende strategie. Ja. Maar op een gegeven moment wordt dat Kourou-akkoord gesloten. Juist, juist. Zo, en dan, het is dat vrede toch? Nou, dat had het moeten zijn, ja. Want het is een akkoord wat gesloten is door de wettelijke Surinaamse regering en de leiding van het Jungle Commando. Juist. En daarin was overeengekomen dat het Jungle Commando ontbonden zou worden, dat de oorlog ophield en dat die mensen van het Jungle Commando die daarvoor in aanmerking kwamen en na de nodige opleiding zouden worden opgenomen in de politiemacht in Oost-Suriname. De vraag hoe Desiré de Lano Bouterse het akkoord tussen de regering en het Jungle Commando heeft kunnen saboteren, bleef niet uit. Pater Toon gaf verder te kennen dat het toch niet zo moeilijk is geweest als blijkt. Ja. De regering van Suriname heeft het niet aangedurfd om het toch te ondertekenen. Ik bedoel, dat is Shankar, de regering Shankar. Ja, de regering Shankar. Dus het is gesloten, maar nog niet ondertekend. Nou, het is niet ondertekend. Het is wel, de protocollen zijn wel getekend daarvoor, maar het heeft toen een poosje geduurd. Shankar heeft ook gezegd, hij wil het voorleggen aan de Nationale Assemblée. De Nationale Assemblée heeft het ook goedgekeurd. Maar desondanks heeft Bouters vanaf dat moment toch wel een beetje gesteund door de inheemse in het binnenland. Oh. Is hij begonnen inheemse dorpen te trainen, te bewapenen en te organiseren om de Tucayana-beweging op gang te brengen. En die hebben vanaf 31 augustus 1989 weer aanvallen uitgevoerd. En dat is die tweede oorlog. Dat is die tweede oorlog. Maar die aansluit eigenlijk op die... Maar het is eigenlijk een aparte oorlog geweest. Ja. Gisteravond werd ook een tweede boek gepresenteerd en wel het boek Fantasieverhalen Rijk Ridders Piraten Asimas van Reza Madar. De boekpresentaties vonden plaats tijdens een themaavond van de schrijversgroep 77.